het Vriezenweer vandaag neem ik jullie lekker mee naar de Action in Bilthoven. Als eerste kwam ik deze planners tegen. Op deze roze staat Dream Plan Do. Er zit een elastiek om de buitenkant die hem mooi dicht houdt. En voorin zitten alfabetstickertjes in het goud. En hier nog hartjes, sterretjes, muzieknootjes, allerlei verschillende kleine stickertjes. Ik wil even laten zien hoe de binnenkant eruit ziet. Allemaal weekplanners. Kun je helemaal zelf invullen. Het is een mooie stevige planner. En hier achterin zijn ook nog verschillende planstickertjes. En dit alles voor €2,49. En hij is er dus ook nog in het groen en in het zwart. Er staan wel weer andere tekstjes op. Dan deze leuke geurkaarsjes. Deze heb je zowel met zilver als met gouden dopjes en allerlei verschillende kleuren en geuren. En deze zijn 99 cent. Dan hebben ze alweer lekkere slippertjes voor het mooie weer. Helaas is dat vandaag niet zo, maar we hebben natuurlijk al wat mooi weer gehad. Dan kan je deze wel goed gebruiken. En deze zijn €2,99. Dan zag ik deze mix van polyester en katoen in allerlei hele leuke kleurtjes. Dit is een nieuw doosje, die we hadden ze nog niet eerder. En deze is €6,95. Dan kwam ik deze textielmarkers tegen. Geen idee of die er al waren, maar ik heb ze nooit eerder gezien. En deze hebben een beetje metallic kleuren. Dan kun je zien welke kleuren er allemaal in het doosje zitten. En deze zijn €1,99. Dan zocht ik een verjaardagskaart. Hier heb je van die hele grote kaarten. Happy birthday. En binnenin staat enjoy. Hele vrolijke kaart. Hier hebben ze ook nog een piepklein kaartje. Nou, zo klein is die niet. Heel grappig. Dit kleine kaartje is net groot genoeg. Voor alle superleuke felicitaties. Geniet ervan. Fijne verjaardag. Hele leuke kaarten. Deze zijn maar 69 cent. Dan hebben ze ook heel veel verschillende kaartjes voor als je geslaagd bent. Hier zitten van die pailletjes in. Dan heb je ook nog deze. Yes, je bent geslaagd. Yeah, je bent geslaagd. En deze kaartjes zijn maar 48 cent. Dan weet ik niet of jullie deze lijmrollers kennen. Die zijn een hele tijd weg geweest bij de Action. Maar voor degene die ze kennen, nou, ze zijn er weer. En ze zijn 98 cent. Dan deze transparante bakken. Degene die mijn vlogs al wat langer kijken, die weten dat ik die vaker heb gekocht. Die zijn echt ideaal. En die zijn €2,79 per stuk. Onze hele schattige nieuwe spaarpotten. In allerlei verschillende dieren. Hier heb je een krokodil. Echt leuk. En daarachter, daar staat nog een leeuw. En deze zijn €3,69. Nou, dan zag ik deze mandjes. Ik was op zoek naar een leuk mandje. Ik vond deze wel erg leuk. Die heb je ook in het zwart. Die laat ik hier zien. En deze mandjes zijn €1,64. Dit is eigenlijk meer wat ik zocht. Een beetje van dat touw. En die heb je in verschillende kleuren. Ook in zwart, grijs en crème kleurig. Crème kleur is ook erg leuk. Kan je natuurlijk overal voor gebruiken. Die kleintjes zijn 1,69. Dan heb je middenmaat voor 3,39. En de grootste is 4,69. Nou, weer geurkaarsjes. Maar nu met een houten lontje. Dit zijn hele kleintjes. Die heb je in de geur roos. Lavendel en vanille voor €1,22. Deze geurkaars is ook nieuw, die zit in een stolp. Kan je natuurlijk later ook wat anders inzetten in die stolp, dus het ziet er wel heel leuk uit als cadeautje ook voor €3,99. Deze kaarsen zijn al eerder bij de Action geweest, maar die waren ineens weer allemaal weg. Die zijn ook weer terug, heerlijke geurkaarsen voor €4,49. En deze kaarsen hebben dus van houten lont. Branden heel leuk. Dan kwam ik deze bloemetjes tegen, zowel wit als roze. Ik vond vooral die roze natuurlijk heel schattig. Deze zijn €1,49, denk ik. En ik heb er hier even als voorbeeld één in een vaas gezet.
Die vaas die staat hier. Opgevormd. Deze is €2,99. Dan zag ik voor het eerst deze green tea met honing in een pak. 1 liter voor 99 cent. Kwam ik deze stoelen tegen, leuk voor in de tuin of het balkon. In zwart en groen voor €29,95. Hier leuke opbergpotten van glas met zowel zilver als gouden dekseltjes. Deze zijn €1,99. En we gaan gelijk door naar deze leuke schaaltjes. Leuk voor nootjes of bonbons. 62 cent, dat is echt niet duur. Of een leuk potje met een dekseltje. Voor bonbonnetjes ook, of chocolaatjes of wat dan ook. Deze zijn €1,19. Kwam ik deze onderzetters tegen van bamboe. En deze zijn er zowel in het vierkant zoals deze, als in het rond. Die zitten in dit doosje. En er zitten er 4 in. En deze zijn €1,49. Dan zag ik deze tefalpannen. Een gewone kleine koekenpan is €10,95. Dan heb je een wat grotere koekenpan. Deze is €12,95. Maar waar ik eigenlijk voor kwam, dat is deze. Dat is een pannenkoekenpan. Die is heel mooi plat, smal. Dan kan je dus heel makkelijk je pannenkoeken omdraaien. En deze pan is hier maar €9,95. Als je die ergens anders koopt, scheelt dat heel veel geld. Dan zag ik deze leuke stoel voor in de tuin of op je balkon. Van die touwen, echt een heel leuke stoel. Deze is €24,95. En voor heren hebben ze hele leuke setjes met van die armbandjes. Als je man ervan houdt of je vriend of wie dan ook. Ik vond erg leuke setjes. 2 setjes in bruin en ze hebben hier ook een setje met alleen maar zwart. Net wat hij draagt natuurlijk. Maar deze setjes heb je 4 armbandjes voor €1,49. Ook handig voor mannen zijn deze tasjes. Mannen hebben soms een korte broek aan zonder zak of een voetbalbroekje. En dan is het ideaal om even je telefoon en je sleutels en dat soort dingen in zo'n tasje te doen. Je hebt hem in verschillende kleuren. Zwart, grijs, blauw. Voor €2,99. Deze gevlochten riemen. Gewoon van stof. Vond ik ook wel heel mooi uitzien. Dit is een zwarte variant met een zilveren gesp. En je hebt ook nog deze een beetje crème kleur met bruin. Heel leuk ook bij zo'n lichte broek of een bruine broek. Deze zijn €2,95. Dan zag ik deze super schattige kleine portemonneetjes. Echt natuurlijk een beetje gemaakt voor kinderen, maar stiekem vind ik ze ook best wel schattig. Hier heb je er eentje met een beetje tijgerprint. Hier een koala, ook heel lief. Een transparante, daar hou ik ook altijd wel van, als je kan zien wat erin zit. Met een goudkleurig ritsje. En als laatste hebben we nog deze variant, de pandabeer. In het roze met zwart met glitters. 99 cent zijn ze. Dan deze kokosshampoo, die is €1,59, een heerlijke shampoo. En deze gliskuur spray zag ik staan in het klein. Dit zijn ideale dingen voor in je tas voor 89 cent. Ook makkelijk voor naar de zwemles of wat dan ook om je haar uit de klit te krijgen. Dan deze leuke brillenkokers. Verschillende varianten. Leuke roze. Nou, hij is stevig aan de binnenkant, dus je drukt de bril niet plat, waardoor je bril goed beschermd is. En deze zijn €1,89. Ik deze Haribo zakken met allerlei kleine zakjes snoep erin, sweet en sour. En deze zijn €2,49. En als laatste zag ik deze concealer van Max & More. Je hebt hem in 2 kleuren, light en dark. En ik vind het wel eens leuk om te proberen. Deze zijn €1,19. Ik ben inmiddels weer thuis en ik zal jullie even laten zien wat ik allemaal mee heb genomen dit keer. Allereerst nam ik 2 opbergbakken mee. Deze heb ik al vaker laten zien. Deze bestaan dus in een transparante kleur. En ze bestaan ook in het wit en in het zwart. Maar dan kan je er natuurlijk niet doorheen kijken. Ik vind het transparante heel handig, zodat je kan zien wat erin zit. En dit keer nam ik ze mee voor mijn moeder voor onder in de keukenkastjes om het een en ander te organiseren. Ik heb haar dat geadviseerd omdat ik zelf ook overal deze bakken heb. En ze bevallen me zo goed. Dus ik zei, nou,
neem er voor jou ook twee mee. En deze bakken zijn per stuk €2,79. Dan heb ik, toen ik van de week al gefilmd had, ik heb dus een hele shoplog zitten maken. Ik kom thuis en ik wil mijn video gaan editen. En toen bleek dus dat mijn beelden niet goed gelukt. Er was iets mis met mijn camera. Dus ik ben opnieuw naar de Action gegaan. Maar deze pan hebben we inmiddels al gebruikt. Maar dit is dus een pannenkoekenpan van Tefal. Een hele dunne. En deze pan bevalt supergoed. Die hadden we al eerder. En mijn man en zoon gebruiken hem vooral ook veel om eitjes te bakken. Maar mijn zoon had per ongeluk zijn eitje gesneden in de pan. Dus dat was niet helemaal goed gegaan. Dus de anti-aanbaklaag was een beetje beschadigd. Dus ik besloot een nieuwe te kopen. En ineens zag ik dat die ook bij de Action te koop was. En deze pan was maar €9,95. Dus dat is echt een perfect advies voor jullie. Mocht je een pannenkoekpan zoeken, ga naar de Action. Dan nam ik deze shampoo mee. Dit is een kokos shampoo. En hier zit 500 ml in voor €1,59. En dit vind ik ideaal om in de douche te zetten. Want wij hebben nog regelmatig dat er mensen bij ons douchen. Of mijn dochter of mijn schoondochter. En dan is het wel handig als er gewoon shampoo staat die ze kunnen gebruiken. Ik gebruik zelf vaak een blokje shampoo van Happy Soaps. Maar ik vind zo'n gewone shampoo ook helemaal prima voor af en toe. En hij ruikt echt heel lekker. Dan zag ik deze schattige portemonneetjes. Of mini toilettasje, het is maar wat je ermee wil. Je kan natuurlijk ook gewoon een lippenstiftje en dat soort dingen in meenemen. En die hadden ze in heel veel verschillende kleuren en vormen. Of nou ja, de vorm is eigenlijk allemaal hetzelfde, maar wel allerlei verschillende varianten. Ook een transparante roze en andere kleurtjes. Ik vond zelf deze heel schattig. Ik weet nog niet of ik hem cadeau ga geven aan iemand of dat ik hem misschien zelf ga gebruiken voor kleine dingetjes. Maar hij was 99 cent, dus ja, daarvoor liet ik hem niet liggen. Want het zijn vaak wel van die dingen die op een gegeven moment weer weg zijn bij de Action, die maar kort zijn. Dan heb ik deze kaart. Jij bent geslaagd. En er zitten van die pailletjes in. Die kunnen bewegen. Vind ik zelf erg leuk. Geeft net even een extra effect. Deze kaart was 48 cent. En die is waarschijnlijk voor mijn dochter. Want die is haar opleiding aan het afronden. En als ze dan geslaagd is, heb ik alvast een kaartje in huis. Om maar in de kaartjes te blijven. Mijn moeder vroeg of ik even een kaartje wilde kopen. Want mijn zwager is van de week jarig. En deze grote kaart, die was maar 69 cent. En ik dacht, nou, dat is een hartstikke leuke kaart. Als je naar een boekhandel gaat, dan ben je heel veel meer kwijt. En zeker voor dit formaat kaarten. Dus nou ja, daar is mijn moeder vast wel blij mee om te geven. Dan kocht ik van de week een grote zak met van die Haribo Sweet en Sour snoepjes. Zat het makkelijk even in je tas mee te nemen of zo, dat je even lekker een snoepje hebt voor onderweg als je in één keer een beetje behoefte heb aan suiker. En hierin zaten dus zure colaflesjes, denk ik. Die heb ik nog niet geproefd. Deze kleine ronde snoepjes, die zijn wel gewoon zoet. De kikkertjes, de welbekende kikkertjes, maar dan in het heel klein. En ik denk zure beertjes van Haribo. En volgens mij was zo'n zak met allemaal kleintjes erin. Ik dacht iets van €1,99. Maar het is altijd handig om in huis te hebben als er in één keer kinderen langskomen of zo. Heb je in ieder geval iets om uit te delen. Dan heb ik dit leuke mandje gekocht. Zoals ik dus al zei, is mijn zwager van de week jarig. En hij heeft wat praktische dingen zoals sokken en zo gevraagd. Maar ik wil er altijd wel iets leuks van maken. Dus ik heb dit mandje meegenomen voor €1,95. En hier ga ik dan leuke cadeautjes in doen. En daarbij wil ik dan deze paaseitjes doen. Ik vind dit zakje zelf niet zo leuk om dat zo, want dan zie je alleen dat geel er bovenuit. Maar ik denk dat ik ze leuk in iets doorzichtigs ga doen, waardoor je ze leuk kan zien. En dan doe ik dat allemaal bij elkaar in het mandje en dan mooi in folie. Dan heb je toch weer een wat leuker cadeautje dan alleen maar zo'n saai ingepakt pakje. Dus vandaar dat ik dat mandje meenam. Ik dacht, ik zal jullie nog even laten zien hoe dat cadeautje is geworden. Met dat zwarte mandje wat ik kocht bij de Action. Ik heb het in een folietje gedaan, de cadeautjes ingepakt. De paaseitjes in een doosje gedaan, die had ik gelukkig nog. Ik heb soms van die vouwdoosjes met zo'n venstertje erin, waardoor je de paaseitjes er leuk doorziet. En van zwart papier, ook van een blok van de Action, heb ik met een witte pen even erop geschreven. En zo is het cadeautje geworden. Ziet er toch helemaal leuk uit zo. En dan als laatste
zag ik deze concealer bij de make-up afdeling. Ik heb eerlijk gezegd alleen maar de make-up spray van Max & More, van het merk van The Action. En die bevalt me heel goed. Die is €1,49. En nu zag ik dus deze camouflage liggen. En deze is €1,19. En ik ben gewoon heel benieuwd of het wat is. En ik dacht, nou, voor €1,19 kun je dat gokje wel wagen. Als het niks is, dan is het jammer. Dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Maar misschien is het wel wat. Dus we gaan het gewoon uitproberen. En hier dan dus nog even een overzichtje van alle dingen die ik dit keer meenam bij de Action. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Laat nog even een leuke reactie achter. Daar word ik altijd heel blij van. En dan zie ik jullie graag bij mijn volgende video. Bye bye!